This time, on Paranormal Activities. Oh ja, dat is een hupkop lijkt het wel. Ja. Oh nu! Wow! Shadows forming on the wall. Doors slamming shut. Furniture moving on its own. Lights flickering. Then it's time to call in a team of Dutch professionals. Psychic mediums and special equipment are being used to determine if these occurrences can be explained, or if there is something else lurking beyond. This is Paranormal Activities. Wij hebben voor jullie iets gemaakt vanuit ons team. En wij heten jullie van harte welkom. Ja. Als twee nieuwe leden van het paardteam. Daarom hebben wij een oorkonde voor jullie gemaakt. Dat jullie per 11 april vandaag in ons team zitten. Officieel. Officieel. Hey. Dus bij deze willen we dat overhandigen aan jullie. Alsjeblieft, super veel applausje. Vanavond zijn we in het spookhuis van Huissen. Dit is voor de derde keer dat we hier aanwezig zijn. De reden is, vertel me Cindy. De reden is dat Hunting Ghosts Nederland hier nooit is geweest. Het spookhuis van Johan Vlemmix. We hebben hen uitgenodigd om de kans te geven om te kijken of we dat hun waarnemen. En plus dat we twee nieuwe teamleden hebben in training. Dat hebben we vandaag ook officieel bekendgemaakt. En daarom willen wij een nieuwe opening maken voor Huissen. En dat vinden wij eigenlijk wel, heel leuk. Op een of andere manier zijn we toch een bijzettafeltje voor hier. Nou, de reden is dat we de eerste jaren geen mediums hadden en nou wel. Dus ik ben benieuwd wat we nu kunnen vast gaan stellen. Ja, en Jill is zelf ook heel erg gevoelig. Dus kijken wat zij krijgt, wat wij toen niet hebben mogen vastleggen of wat we niet hebben kunnen vastleggen. En kijken of we het materiaal eventueel bij elkaar kunnen leggen, zodra er misschien toch dingen zijn die overeenkomen met ons bewijsmateriaal. Ja, precies. Toch? Dus gaan jullie mee. Welkom. Dank je. Welkom. Dank je. Welkom. Dank je. En welkom. Dank je. Nou, vandaag voor jullie de eerste keer dat jullie in Huissen zijn. Het huis, het spookhuis van Johan Vlemmix. Ja. Ja. En ja, niet de eerste keer dat jullie met ons meegaan. Nee. De tweede keer. Daarvoor waren jullie gastonderzoekers. En vandaag hebben jullie ook te horen gekregen dat jullie vaste teamleden zijn geworden. Ja, en wij zijn super blij met jullie. De klik was er vanaf het eerste moment. En we hopen dat we nog heel veel jaren dezelfde klik kunnen blijven behouden. Dus we zeggen, go met die flow en we gaan onderzoeken. Nou, kom, we gaan. Ja, we gaan. En we zijn, dit is een kelderverdieping. Dat is raar wat zondag hier zeg maar, mensen leven begraven. Ja, of waar het zijn, weet je niet, maar ja, het gaat natuurlijk wel rond. Dus we zijn ook, ja, tenminste, zoals ik hoor, op de grond zijn gevonden, ja. Ja. Ik wil heel dat je niet meer hier zitten. Ja. Op een gegeven moment, de zakkast viel uit, de kamers die viel uit. Ja. Alleen de EGP kon die liep nooit door. Toen ik thuis kwam en ging luisteren, dan hoor je echt zo'n, op dat moment hoor je een naam, zeg maar. Oh. De naam van Robin. Oké. Okay. Dus ja, wat dat betekent, ja, dat vind ik ook niet mooi. Ja, wie het is. Ja, precies. Ja. Ik heb wel hoofdpijn. Oh, ik ook. Is dat ook heel de tijd al. Ja, ik heb heel erg hier gezien dat ik hier binnen kwam. Ja, er zijn een beetje bijgeluiden, omdat er anders goed... Kan je erbij maken? Ik heb opzij heel de tijd wel hoofdpijn. Maarten, kan je erbij? Okay. Het is wel een ogen. Je hoeft in beeld, ja. Ja. Ik zei altijd, het kan wel rumoerig zijn, want de andere teamen die verschillende plekken aanwezig zijn. Donker. De kaarsjes stonden wel aan. Het is wel moeizaam om hierboven te komen, hoor. Blijft hij erin. Het spul hier. Het is wel slim. Oh, ik vind het gevoel dat het loopt te shaky, hoor. Ja, ik loop ook nog wel. Zo, echt wel. Niet van de kou, maar... Nee! Ik ben altijd verloren in één keer zo. Van die tinteling, maar je komt ook heel moeilijk boven. Ja. Ja, ik voel het ook, hoor. Maar hij was net 10. Ja, hè? Dat is in één keer zo. Hij was net 10 en nu gaat hij naar 11.1 al. Dus de temperatuur begint al op te lopen. Hier is het 10,9. Dat is de sloop van de band. Kan je met het 12 laten gaan? Ja, wou nou, ja. Jij zegt het en wou ik het zeggen. Oh. Weet je wat ik nou begin te ruiken? Een brandlucht. Nou, daar hou ik niet al. En daar was ik op zoek naar staan die kaarsen aan. Maar die zijn allemaal al heel lang uit. Maar al lang. Nou, nee, niet zo lang geleden, hoor. Hm? Maar ik rook het ook in één keer heel sterk weer. Kom, probeer maar eens dichterbij te staan. Dat de temperatuur wat lager kan. Probeer het maar naar de 9 te krijgen. Op de weetjes kan je een teken geven. Even de mesmeters hiervoor af laten gaan. Of in de stoel ligt een ander apparaatje af kan laten gaan. Daarnaast ligt ook nog een apparaatje. Waar hadden we nou het bot gevonden? Hier toch? Ja, hier. Dit misschien? Dat is een heupkop, lijkt het wel. Ja. Ja. Voor Arnhem is het vorig jaar ook gevonden. Arm is iepjes wit. Wacht even, daar ga ik een foto van maken. Even kijken of er een EMF-meting... Ja, die zou kunnen. Dan moet ik eerlijk kennen dat ik niet precies weet hoe groot een heupgewricht is. Ja, maar een heupgewricht is langer. Ja, maar hij is afgebroken. Kijk. Dit is de kop, hè? Okay, hij is hieronder is die afgebroken. Er wordt nog een stuk bot aan. Dus dit is echt alleen de bovenkant van je heupgewricht. Ja, van de heupgewricht. Ja. Oh, dat was ik. En dit kan ook iets zijn. Die? Ja. Ik krijg mijn vingers erin. Ik ben daar toch al bezig. Ik had het niet. Best even hard op vragen van de... Is er iemand aanwezig? Er is wel iemand, maar zwak. Nee, de wand ligt daar. Ja, we hebben iemand. Zijn die potten van de vrouw? Ja. Zijn van een vrouw. Zijn ze van u? Misschien. Ja. Die potten zijn van een vrouw. Heet u Astrid? Duidelijk, hè? Ja. Okay. Hoe kom je bij Astrid? Een aantal jaren geleden was er een Ouija-boardsessie gedaan voor de Panorama. En toen is er een naam uitgekomen, Astrid, die hier begraven zou zijn. Omdat ze namelijk, ik geloof dat ze mentaal niet in orde was. En dat was nee, want er was iets mee, was niet katholiek of zo, geloof ik. Ze moest niet in de gewijde grond mocht ze begraven worden. Er was iets mee. Okay. Van dit apparaat te komen en dan gaat hij al af. Dan krijg je dit geluid. Of deze. Alweer eens. Af en toe een beetje zo uit balans begint te raken. Ja, nou je zegt, word ik naar achteren betrokken. Ja, een beetje zo dat... ik sta echt dat op mijn hakken. Staat. Ik ga op mijn hakken nou. Het komt van mijn schaduw. Op die klep. Nou lijkt het alweer. Oh nee, je hebt natuurlijk die kaars net uitgebrand. Of uitgebrand. Ja. Nou, ik heb er niet veel genomen. Nee, het voelt hier niet echt moeilijk. Het is me echt koud, hè? Net wel heel veel stukken. Nou, zuipen, we moeten ergens anders doen. Ja, ik doe niet aan. Ja. Dat is wel heel heftig, hè? Snelste scannen of snel of langzaam scannen? De vorige keer was het weer, want ondertussen in hè? Ja. Jullie zagen pas voorbij vliegen. Oké. Dat zijn nog vliegen. Gaan we eruit doen? Geen aanwezig, ik kan geen zijn naam noemen, dus doorreden. heel erg hard. Heel erg hard. Oké, drie punten. Heel goed. Vaak lang. Zo staat het eigenlijk voor belang. Ja, hè? Als iemand aanwezig is, kan ik geen naam doen. Toch voor elkaar. Ja. Zijn hier meer personen aanwezig? Heeft Astrid dat litteken? Ja, heel duidelijk. Ja. Was dat jij? Nee. Was jij dat, Astrid? Nee, ik zou dat. Nou, het is koud hier. Temperatuurmeter even aanzetten. Dat gaat veel. Ja? Hij brandt zwak, hè? Hij brandt zwak. Die heeft een litteken op zijn rechterwang. De batterij wordt er mee gezogen. Oh. Ja. Zo. Yep. Wie is erbij zit? Ja, ik zie het wel. Ja, ik krijg het leeg. Hè? Die krijgt het leeg. Oké. Ja. Claustrofobisch of zo. Ja, dit is een beetje een gek plekje. Nou, weet je wat ik het gevoel krijg? Zo'n vol-luik gevoel. Ja? Ik weet niet of je of je het gevoel hebt dat er hier een valluik zit. Want je dat op elk moment in één keer weg kan klappen. En dat je dat nervositeit, zeg maar, omdat je het weet dat het gaat gebeuren. Ja. Dat die nervositeit, zeg maar, dat gaat dan. En je zit van, oh, wanneer gaat het gebeuren, wanneer gaat het gebeuren, wanneer gaat het gebeuren? Dat onvolwassen, maar het gaat niet gebeuren, want er zit geen valluik. Zeg je, Maria? Dirk hoor ik in één keer. Nou, dat is wel grappig, want ik zat net met mijn mond vol dat ik wou zeggen iets van Hendrik. Ja. Dat is wel weer apart. Ja, op het moment dat Maria praatte wou ik niet zeggen van, krijg de naam Hendrik of zo, in die richting. Dirk. Daarom zeg je Maria. Dat hoor ik jou wel zeggen Hendrik, maar het is Dirk. Ja, dat hoorde ik, ja. Nou, misschien een afkorting, want die Hendrik heet en jij zo'n afkorting naam? Zo eerst zo'n boerenbrinnetje, zo'n afbeelding. En dan denk ik Dirk. Grappig. Grappig. Ja. Ben je bij me komen staan weer? Een beetje grote katten gehad of zo, hier. Heel vreemd. Oh, ik kan het niet zien. Oh. Katten. Grote kat zie ik. Boeren, hè? Kat. Ja. Ja, dat is echt mooi. Probeer eens naar de 11 te gaan. Nou, gek hè. Dan staat de deur aan en de temperatuur gaat omhoog. Ja, het is wel laag. Hij gaat nu weer omlaag. 10. Echt vol hoor. 10. 9,9. 9,8. Het is echt hier. Oh. 9,6. 9,5. 9,4. Het is echt hier. 9,5. 7,6. Hij komt van de 7 af, hè? Dat vind ik een goede. Zo. Ik ga niet slapen. Nee, met vuur. Nee. Dat komt zo maar in één keer. Hè? Shit, dat is het weer. Nou. Hij was net bijna tegen de 12 aan, hè? Kijk, dat zijn nou mooie verschilletjes. Van 7 naar 12. Bijna dubbele. Van pacht. Ja. Dit is Anna. Anna. Ik hoor Anna in één keer. Ja, ik ook. 10.3. 10.4. Wanneer had je dat gehoord? Nee, ik had ook een naam. Oh. Ik hoor echt in één keer Anna. Wanneer had je dat gehoord? Waarom steeds uit zo'n vlaag dat je misselijk wordt en dan weer weg en dan weer... Ja, en daar waren jullie tijd. Kijk. Dat was de straf op mijn grofkiezen. Ik was met Richard laag en ik begon de klokken te luiden. Ja, dat was een goede tijd. Ja. Het zit te leren. Zoveel jaren bestaan. Wat? Vrij rustig. Van in de kelder meer. Ja, meer als hier. Als het niet zo koud was, had ik hier ook nog echt kunnen slapen. Ja. Ja, het voelt hier gewoon vertrouwd. Ik weet niet. Oh. Ja, het voelt goed. Ja, dan voel je echt wel iets. Oké. Ik weet het niet. Het is heel duidelijk. Even een korte pauze of zo, of niet? Of... Ja. Hey, heb je dingen op is het beneden? Goed. Dat is een rare trap. Ja, dat ook trapjes. Het zal wel iets breder treden mogen. Een van deze meters af laten gaan. Als je dichtbij ze komt, gaan ze geven ze geluid. En dat is dit. Nou, ik zou zeggen, laat maar zien. Weet je wel het verhaal hier aan, vind je? Nee, niet van. Ja, ook. Ja, het schijnen mensen hier begraven te zijn nog. Oké. Er zitten nog resten onder de stenen. Ja, dat. Zo. Nou, ik zie weinig zo. Dat. Ja. Ik voel echt helemaal niks van. Robin, Astrid, zijn jullie hier nog? Jullie weer laten merken dat jullie er zijn? Nee. Dat was wel hier. Kan je het nog een keer doen? Ja, het kan zijn dat het anders is. Ik ben net op de 28 is. Nee? Ja. En net ook echt heel sterk, toen we hier de eerste keer waren, heel sterk het gevoel dat er achter me, daar in de hal, in de kamer iets wachten, stond te wachten. Ja, iets wat ons in de gaten is, maar ja. Ja, als bij overtuigd weer donkerder en weer dichter wordt bij dat trappetje. Ja. Ik zie inderdaad dat het is straks en zo. Peter en ik hadden net echt heel erg het gevoel dat daar iets stond te wachten en dat ons... Ja, het wordt echt heel donker en dan weer een beetje aan het spelen was, een spelletje aan het spelen was. Kan je misschien wat dichterbij komen? Want ik heb het idee dat je daar boven op de trap staat. Ik zie je duidelijk op de trap staan daar, dus kom je er dichterbij. Ik zie je precies helemaal. Ja, het is een zwarte schaduw wat naar voren komt en weer... Nee, naar achter gaat en weer naar voren komt. We kunnen daarheen lopen. Wil je dat? Ik wil er best heen lopen. Ben je hier? Ik kan een van deze apparaten af laten gaan. Gewoon erbij in de buurt komen, dat is meer dan genoeg. We vragen niet veel. We willen je gewoon graag een stem geven. Dat je het ook al geven wil. Wat is dat? Ik heb het idee dat ik dat nog niet wil. Nee. Maar ik vind het best dat we hem voelen of misschien eventueel zien, maar daar blijft het ook bij. En we willen niet dat het vastgelegd wordt volgens mij. Nee, gelijk. Heeft Wendy gelijk? Wil je niet dat we je vastleggen? Wil je niet dat we laten weten dat jij nog bent? Maar je krijgt ook een koude ring en een koude ring is weg. Maar wel het idee dat het een man is. Ja, dat kan wel kloppen. Die woonkamer voor, zeg maar. Ja. Waar die kachel naast staat, daar is een Duitser neergeschoten. Oké. Okay. Duitse officier. Ik ga gewoon hier aan de bar zitten. Ja. En ik ga even op je wachten. Doe. Ja. Doe. Kom, zitten. Even kruk voor je uit. Ik hoop dat je niet hele dikke benen hebt. Geef het aan de recorder door die bij Maarten om zijn nek hangt, wat je wil hebben. Ja. Neem het de volgende keer mee. Misschien kan alle cocktails maken, zeg het maar. Ja, dat is waar. Wendy heeft in de horeca gewerkt. Die is daar beter in dan ik. Ik gooi ze alleen puur. Ik heb Jägermeister zien staan. En ga eens kijken. Safari vind je misschien lekker. Ja, dat is een beetje nieuw, hè. Oranje bitter. Ik bedoel, hè, Johan Vlemmix, oranje bitter. Ik ben echt alleen een drankje. Ja. Jammer. Jammer. Ik had je graag wat aangeboden, maar... Oh. Zo. Oh, nu! Ja. Wil je dat nog een keer doen? Je hebt me laten zitten. Laat maar weer zitten. Geweldig. Ik heb natuurlijk ook veel joden in gezeten. Zeg het maar. Ja. Ik zei alleen maar dat er veel joden hier hebben gezeten. Ja, zeg die zin. Mag het samen met arbeid mag vrij? Of met concentratiekampen? Koud? Ja, ik voel het heel wel koud, ja. Ja. Wat denk je dat er nou mijn kruin aan doen? Oei. Zorg jij ervoor dat ik het zo koud heb? Voor ook. Je hebt het niet koud. Vind je het leuk als wij Duits gaan praten? Vind je het leuk om het te horen stotteren? Nou, dit is je laatste kans hier. Ja, en ons zijn wegpleiten. Ja, we gaan misschien iets horen of zo. Of bonken van. Dat Wendy en ik iets leuks te vertellen hebben over onze eerste keer. Oh, dat klonk echt heel fout. Eeuw. Maak onze eerste keer bijzonder. Was die daar niet dan? Sorry. Hij speelt gewoon, hè? Ja, hè? Even maken we naar iets verder dan. Nou, gaan we nog beleven? Op jou ook. Of... Hé, eerst al. Ik heb jou ook al af, ofzo? Nou, we het even kleurden. Ja, dat deden we net ook gewoon even. Ja. En dan weer weg. Ja, dat doe je al de hele avond. Ja. Leuk en een groen lampje. Jongen, jongen. We hebben ook nog andere kleuren. Ja. Doe het! Doe het nu! Kom op. Je kan het! Nou, ik... ja. Ja, nou dan gaan we maar door. Ja. Ja. Helaas. Nou, we zijn bij het eindpunt gekomen. We hebben onderzoek gedaan met ons team en met Hunting Ghosts Nederland, sorry. En met onze nieuwe leden natuurlijk, waar we trots op zijn. En we gaan eens even vragen hoe ze het vonden. Lennie, hoe vond je het? Ja, ik heb niet heel veel ervaringen gehad, maar de ervaringen die ik vooral op zolder had. We hadden echt misselijkheid aanvallen, een beetje duizelig. En nou ja, net beneden het laatst in de kelder dat ik wel wetend wat op de trap zag staan, maar zich weer, ja, vond het heel leuk om een spelletje te spelen in ieder geval. Ja. Ze deden het laten zien en dan weer weg. Als de camera uit was, hè? Meestal. Ja, elke keer als de camera net uit was, dan liet die dingen afgaan. Ja, ik was zelf, voor de duidelijkheid van de kijkers, niet aanwezig op dat moment. Maar ik vind het wel leuk omdat het zo even mogen hebben. Ja, ja. Maar dat was het. Mooi zo. Ja. Nou, ik kom eigenlijk het grootste gedeelte bij Wendy aansluiten. Het was ontzettend leuk om te ervaren hoe jullie werken. Wat er allemaal bij komt kijken. En de ervaringen deel ik met Wendy ook op zolder inderdaad. Een gevoel van beweegheid, onstabiliteit. En dat kwam inderdaad in vlagen. Het was er en dan was het weer weg. En inderdaad, ik heb ook echt het idee dat er met ons een spelletje is gespeeld vanavond. Zo van, ik ben er wel, maar ik weet niet net genoeg dat jullie blijven rennen. En dat is het. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Had daar erg veel lol in. Ja, dat... ja. Ja, hetzelfde stukje ervaring met die stoel, dat was ook wel heel bizar met hoe heet ding van Richard? Oh, met die, ja, die boombox. Die boombox, ja. Was je er niet bij? Nee, was je er niet bij. En de klok, alleen dat staat ook niet op camera, dat hij in één keer zelf hard maakte. Ja, dat je iets mist. Wow! Dat was mooi. Maar voor ons, ja. Om te zeggen, we lopen gillend weg. Nee. Voor beginners. Misschien leuk om hier te beginnen. Ja. Om een beetje aan het idee te hebben wat hunting en wat hunten er eigenlijk is. Maar wij zoeken eigenlijk toch wel met ons team toch wel spectaculaire locaties. Ja. Waar we zelf heel erg voor weglopen. Ja. Dus ja. Op de nee, hier kun je hier www.paranormalactivities.nl en abonneer je op het kanaal. En abonneer je op het kanaal YouTube. Ja. Ja. Maar dat was het. We gaan zwaaien. Tot de volgende keer.